Yes, tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe belangrijke update video. Als je wilt, smash eventjes op het duimpje omhoog. Daarmee steun je heel erg de video. We beginnen zoals gewoonlijk direct met de item shop. En vandaag hebben we weer een mega item shop. Met als eerst zien we hier natuurlijk de Paradox zien we staan. We zien nog veel en veel meer staan hier zo. En het is duidelijk, Fortnite is aan het testen met grote en kleine item shop. Puur om te kijken wat waarschijnlijk het meeste verdient. We zien nog veel meer langskomen natuurlijk in de background. Ja, de Daily bijvoorbeeld met de Flow, de Slumber, Survival Specialist, de Plunja, de Have a Seat. En ja, zo kan ik wel eventjes doorgaan, want er zijn echt ontzettend veel items te koop. En ja, als je zou willen, je kunt onze code overwegen in de item shop. Onze code is teveel gevraagd. Wanneer je dat hebt gedaan, stuur jouw bewijsje op naar onze Instagram. @teveelgevraagd. Link is dat in de beschrijving. En wie dat ook heeft gedaan, is Sietse. Ik heb deze skin gekocht met de bustelzak die er is. Hopelijk kom ik in de ochtendvideo, ga zo door. Nou Sietse, heel erg bedankt dat je onze code hebt ingevuld. Dat ten eerste. En zeker weten een toffe skin. En wij gaan absoluut door. Thanks a lot, Sietse. We gaan door naar het eerste topic. Ik heb vandaag heel erg belangrijk nieuws. Groot nieuws, noem maar op. Dus laten we direct gaan beginnen. Oké, we beginnen vandaag eventjes rustig met hoe ver we zijn in dit seizoen. Namelijk 73%. Dus we moeten nu nog, nu is het officieel, precies 1 maand wachten. Want ja, de maand februari die duurt 28 dagen. Dus nu kan ik het echt zeggen, nog 1 maand. Dus that's it. We gaan door naar groot nieuws. Ja, en groot nieuws, dat is het zeker weten. Namelijk, dit gaat eventjes over de V15.40 update die eraan gaat komen. Namelijk, Fortnite Status, die heeft het volgende getweet. Knock knock, de V15.40 update, die komt er vandaag in. De downtime zal beginnen om 10 uur. Ja, om 10 uur in de ochtend, dan begint de downtime. Waarschijnlijk een half uur van tevoren kan je al niet eens meer een game mode joinen. En tussen 11 en 12 kun je weer spelen. Moet je wel eerst eventjes de update gedownload hebben. En stel je hebt langzaam internet, ja, dan moet je misschien eventjes nog langer wachten. Maar goed, doet er niet toe. In ieder geval vandaag een grote update. Alle nieuwtjes over deze update komen vanmiddag dus in een update video die eraan gaat komen als het goed is. En ja, dat gaat zeker weten dik worden. Maar ik kan al wel een aantal dingen benoemen die eraan gaan komen. Namelijk onder zo'n post dat ze zeg maar aankondigen dat er een nieuwe update aankomt. Dan, ja, ik weet niet, dat is nieuw. Maar ze plaatsen daar een aantal dingen die eraan gaan komen. Zoals dit. The Blast Back with an Unfold. Het favorite. En dit kan wel eens de pump gaan worden dat hij terug gaat komen. Dat zou geniaal zijn. Alsjeblieft, Fortnite. Daarnaast, characters will have more exotics in stock for allies to acquire. Oké, ik weet niet precies wat dat betekent. LTM's komen terug, namelijk Air Royale, Floor is Lava. Dat is ook chill. En ja, een adjust objects build the level of detail in PC perf mode alpha. En ik heb geen idee wat dit betekent, maar dit kan wel eens iets te maken gaan hebben met het nieuwe systeem wat eraan gaat komen. Jullie zien het hier in beeld staan. Dit komt eraan en dan kun je alles customizen, bladibladibla. Dit kan misschien wel het eerste dingetje zijn, maar weet ik niet zeker. Daarnaast zeggen ze ook dat ze een aantal props gaan verwijderen uit Creative die op dit moment unreleased zijn, unreleased assets. Dus niet zo interessant, maar goed, ik dacht ik benoem het alsnog eventjes. Dan nog eventjes een dingetje wat ze sowieso gaan doen en dat zijn bugs fixen. En ja, ik heb alvast een lijstje voor jullie, dat is dit lijstje. En ja, meer interessant nieuws over deze update heb ik op dit moment niet. Maar wat ik toen er straks al zei, er komt een video aan. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit gaat er eventjes over dat er 2 nieuwe radio stations zijn toegevoegd. Namelijk deze 2, de Rock Royale en de Underground Radio. Ja, die zijn random toegevoegd en we gaan door naar het volgende dingetje. Ja, dit is ook iets raars, namelijk er is iets toegevoegd in de files. En dat is namelijk dit plaatje. En dit plaatje heeft iets te maken met een Japanse content creator. En wat dit precies gaat zijn, dat weet ik niet. Het zou een muziekje kunnen zijn. Het zou ook kunnen betekenen dat we een skin gaan krijgen van deze Japanse content creator. Maar voor ons, laten we eerlijk zijn, niet heel erg interessant. Want ik heb niet eens de naam van die guy. Maar ja, het wordt blijkbaar groot daar. Nou, in ieder geval, voor ons niet zo interessant. Maar ik dacht, ik vermeld het alsnog eventjes. Iets vaags. We gaan door naar het volgende en laatste topic. Ja, we zijn er redelijk snel doorheen gegaan. Maar dit is toch wel een van de grotere dingen die zijn gebeurd de afgelopen dagen. Namelijk, het gaat over Clix. Ja, Clix is natuurlijk een ontzettend grote Fortnite creator. Alleen één nadeel.
Hij is namelijk permanent verbannen van Twitch. Ja, waar hij letterlijk super groot was. Ik keek hem ook echt regelmatig. Altijd met zijn boxfights en zo. En ik weet niet, hij was redelijk toxic en zo. Maar in ieder geval, hij is permanent verbannen. Ja, en hoe kan dit nou opeens gebeuren? Nou, hij was aan het streamen. En hij deed iets op zijn bureaublad en hij moest naar een mapje toe. En in dat mapje stond een foto die 18 plus was. Dus ik moet eerlijk toegeven, het was niet super 18 plus. Maar het was ja, volgens Twitch 18 plus en gelijk een permanente ban. Ik vind het behoorlijk overdreven, al helemaal als je weet hoe het plaatje eruit zag. Het was niet heel erg of zo. Ik bedoel, Enzo Knol doet het jaarlijks ook. Ja, jullie weten dan precies waar ik het over heb. Ongeveer zo'n plaatje. Nog minder erg dan dat eigenlijk. Maar in ieder geval, hij is daarom verbannen. Permanent van Twitch. En dat is toch wel heel erg zuur hoor. Want Kliks is natuurlijk gigantisch populair op Twitch. Hij krijgt daar ontzettend veel centen voor. En nu valt dat dus allemaal weg. Hij zegt ook dat hij op meerdere dingen is verbannen permanent. Geen idee wat precies. Volgens mij nog geen Fortnite. Maar dat kan er wel aankomen. Want hij heeft iets tegen Donald Mustard gezegd. Wat eigenlijk niet echt kan. En ja, hij is redelijk toxic. Ik weet niet waarom, maar goed, het is gebeurd. En ja, sommigen zeggen, ja, het is terecht. Ja, I don't know. In ieder geval, het is gebeurd. En we gaan afwachten of dit ooit nog goed gaat komen met Kliks. Ik denk dat hij naar YouTube gaat. Oh, wacht, we zijn nog niet helemaal klaar met Kliks. Namelijk, er is nog iets gebeurd. Namelijk, zijn LTM, Kliks Boxfight, is vervangen met de Skyfall Boxfight. Ja, dus op Fortnite wordt hij nu ook al een soort van verbannen. Ja, niet echt, maar ja, oké. Ja, pretty weird. Goed, dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Geniet vanmiddag natuurlijk van de update. Dat zou natuurlijk super nice zijn. Abonneren kan hier beneden. Like is al heel erg gewaardeerd worden. Zak te veel vracht in de itemshop kun je gebruiken. En ja, dan zeg ik tot de volgende video. Peace out.